Meike van Wijk met Meikesmiddag Live. Welkom op Radio 6. NTR Radio 6. Soul and Jazz. Meikesmiddag Live, vrijdag 2 november hadden we soul, nu soul. We hadden jazz en we hadden blues van de Amerikaanse blues- en folkzanger Eric Bibb. En die heeft zijn droom waargemaakt, namelijk een plaat maken met de Malinese zanger en gitarist Abib Koité. Right now is the needed time. It's the needed time. Well, I met Habib about 10, 11 years ago. We did a compilation. We were part of a compilation from Memphis to Mali, mixing blues music and West African music. And I met Habib, and I recognized a brother. I mean a soul brother, a guitar brother, so a griot brother. So we decided we would, one day, if we got the chance, we would like to make a record. It took 10 years, but we made it, and we recorded in Bamako. Van de Britse soulzanger Colonel Red, ontdekt door Shereel Fareel en door de BBC-dj Giles Peterson. So longing is battle when spirits have gone over fear and love. Let truth be salvation. When guns en jazz, niet alleen van onze huisbundel Obsessions, die trouwens trombonist Walter Wierbos bij zich hadden vandaag, maar ook jazz van Tim Langendijk, een jonge Nederlandse gitarist. Zijn derde plaat is uit met zijn trio November en die is lovend ontvangen. Zoveel in jouw muziek. Jij zegt zelf ook, ja, voor mij is jazz eigenlijk al die stijlen gecombineerd. Ja, precies. Ik ben geen bebopper of zo, maar ik vind het wel te gek. En dat luister ik ook veel. En ik luister country en impro en funk en alles. En dat gooi je allemaal in één grote black box. En daar haal je alles uit. Thank you.